Welkom op de tweede dag van Appelpop. Wederom een zonovergrote dag en alleen maar vrolijke, enthousiaste, blije mensen. We gaan kijken. André, en we hebben jou al eerder aan het woord gehad. Deze enorme organisatie, alles loopt gesmeerd en dan kan er toch wat gebeuren, hè? Dan kan er toch wat gebeuren. En dat is vanavond gebeurd, of althans, het is gisteren gebeurd. Gisteren kregen wij te horen dat Crystal Fighters niet kon optreden, dat hun drummer in Spanje is overleden in de hotelkamer. Dus dat was even schrikken wel. Een heel vel natuurlijk. En ja, op dat moment moet je snel handelen. En we mochten niks naar buiten brengen op dat moment, omdat de familie van die jongen nog niet op de hoogte was. Dus daar konden we. Dat is heel lastig. Dat is heel vervelend, hè? Maar op een gegeven moment ging het via Twitter overal los. Maar ja, uiteindelijk spreek je dan toch af met de boeker dat je daar niks over zegt, tot je uiteindelijk van de agent van die band toestemming krijgt. Maar goed, in wat te doen. Dus we hebben... Wat gaan jullie doen? Nou ja, we doen met z'n vieren de programmering. Met z'n vieren zijn we gaan zitten met een bakje koffie erbij. En we hebben gezegd, nou, wat gaan we doen? Nou ja, om nog zo'n grote act op het laatste moment in één dag als Crystal Fighters tevoorschijn te toveren, dat gaat niet. Daar krijg je productioneel niet meer voor elkaar. Dus hebben gezegd, dan gaan we schuiven met bands. Voor zover dat kan, want sommige bands, maar Kensington moet bijvoorbeeld nog later ergens spelen, dus die kan niet later. Dus dan gaan we schuiven met bands op podia en dan komt er op één podium een band bij. En dan niet zozeer een nieuwe band op die laatste spot, maar dat is nu Jacqueline Govaert geworden op de 6 uur spot op het derde podium. En zijn de andere dingen zijn we mee gaan schuiven. Ja, en dan moet je gaan bellen en dan moet je kijken of die bandjes kunnen schuiven. En dan bel je dan het bandje wat je in gedachten hebt bij de boeker op. Of het bandje kan. Nou ja, goed. En op een gegeven moment hadden we op alles groen licht. En dan ga je het in werking zetten. Ja, weet. Ja. Ja. En nu is het gewoon ingevuld. Het is ingevuld, ja. Het gaat gewoon nu gebeuren. Het gaat gewoon gebeuren. En het is natuurlijk jammer, want het was een hele mooie act geweest, Crystal Fighters. En het is natuurlijk, de aanleiding is uitermate triest. En, Zal iedereen begrip voor hebben. Ja, daar kun je niks aan doen, weet je. En ik denk dat het feestje er niet minder om wordt, is, zal zijn, net hoe je het wil bekijken. Ik bedoel, er is nu al, het was vanmiddag bij Doodhan al hartstikke druk in die tent. En het is alleen maar druk en druk gebleven. En het blijft mooi weer en het wordt nog drukker, dus we gaan er gewoon een enorm feestje van maken, ook zonder de Crystal Fighters. Ja, en dat lukt? Dat lukt. Het is nu 6:30 en het is druk, druk, druk. Maar de stemming is fantastisch. Meneer, u bent betrokken bij Appelpop, is het niet? Ja. Jullie zien er heel ontspannen uit. Zijn jullie een beetje aan het beschouwen? We zijn op dit moment een beetje aan het beschouwen. Marco, even erbij blijven. Marco, er ook even bij. We hebben wel een paar haringen gevangen vandaag. Ja. Oh, vertel. Ja, vertel. Ja, een tentharing van de grote tent die zat dwars door de rioolpijp heen. Echt waar? Ja. Dus we hadden een paar verstoppertjes in een leiding. En, doorgespoten gedaan. Nou ja, op een gegeven moment bleef het lopen en op een gegeven moment hebben we de haring eruit en nou loopt gelukkig het riool weer lekker door. Wauw, zo zijn dat toch altijd akkefietjes, hè? Akkefietjes. Ja, dat blijft. Je kan bouwen wat je wil en je hebt altijd weer zaken waar je tegenaan loopt. Ja, ja. Dat blijft techniek. Ja, en mensen. En mensen, ja. Maar ondanks dit haringavontuur zie ik wel ontspannen gezichten. Nu wel. Vanmiddag was het anders. Ja. Toen was het echt paniek. Volle pak rennen. Ja. Er zijn allemaal koolhydraatjes erin nu. Ja. Okay, nou, maar jullie hebben het opgelost. Het is opgelost. Ja. We gaan lekker nu. En nu gaan we weer lekker checken. Maar wat een enthousiasme. Wat een drukte. Wat een mensen. Geweldig, hè? Ja, mooi, hè? Ja. Dat doet voor, toch? Ja. Daar heb je 2 weken vakantie hier voor op het trein. Nou, volgens mij kan ik aan jou wel vragen. Jij proeft de sfeer. Hoe gaat het? Het gaat helemaal geweldig. Het is ontzettend druk op het terrein. Je voelt gewoon de energie, de vibe van de mensen. En het is gewoon één groot feest, zoals ieder jaar weer. Ja,
Ongelooflijk, hè? Ja, het is echt super. En dat al zoveel jaar lang, zoveel mensen. Van heel klein, van een trailertje naast de Gerwie in Tiel. Tot dit grote evenement. Is helemaal geweldig. En jij bent verantwoordelijk hiervoor voor het doorlaten van mensen? Ja, ik val onder de event support. Dus ik ben gastvrouw voor het festival. Mensen die hier langskomen kunnen vragen aan me stellen. En ik laat hier ook personeel in en uit. En dat doe jij met heel veel plezier? Al 17 jaar. Al 17 jaar? Al 17 jaar, ja. Een feest hier, hè? Het is super. Als je één keer bent begonnen, dan word je gepakt door het appelpopvirus. En of je komt nooit meer terug, na één keer. Of je blijft gewoon hangen en je krijgt gewoon één hele grote geweldige familie bij. Het is één hele grote sfeer. Ik sta naast weer zo'n enthousiaste vrijwilliger. En wat ik net tegen jou zei, jij staat hier te werken, maar je krijgt eigenlijk helemaal niks mee van wat er op het podium gebeurt. Nee, en ik vind het helemaal niet erg. Want eigenlijk krijg ik juist alles mee. Ik krijg de enthousiaste mensen mee, ik krijg de enthousiaste VIP's mee, de sponsors, de artiesten. Wie zijn er allemaal voorbij gekomen? Bluff gisteren natuurlijk. De jongens van Bluff. En dat is aardig. Ze rijden wel heel hard door dan. Oh, okay. Maar goed, weet je, dan ga ik vragen wie je bent. Want ik ken ze niet allemaal. Dus ja, eigenlijk hartstikke leuk. Ja, en Caro, dat was wel heel erg leuk. En Van Velsen. En de jongens van The Wolf waren er. En Chief Special waren heel leuk. En een heleboel mensen van Blauwtzoen. En dit is de allerbelangrijkste persoon van Appelpop achter mij. Ja, opa Appelpop zelf. Appelpop, ja! En we gaan even samen zo op Stads-TV Tiel, hè? Ja, dus voor Stads-TV. Ik ben ik al op geweest. Ja, dat weet ik, maar ik nog niet. Dus mag jij verder? We gaan even samen doen. De dames van de VIP-ruimte? Ja, en de vrijwilligers worden hier ook geregistreerd. En die krijgen de kleding die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. En hoe gaat het allemaal? Fantastisch. Ja. Het is een geoliede machine. Het is echt top. Iedereen is zo goed op elkaar ingewerkt en alles is goed geregeld. Dus heel veel geautomatiseerd, dat scheelt ook natuurlijk. Ja, dat is ongetwijfeld. Ja. Is het voor jou ook al het zoveelste jaar? Nee, voor mij het eerste jaar op Appelpop. En? Ja, leuk. Ja. Superleuk. Hele enthousiaste en ook heel veel vrijwilligers. Die hier allemaal vol goede moed aan hun dienst beginnen om de barren te bemannen of de toiletten schoon te houden of het publiek te begeleiden. Hartstikke leuk. Ja, het is ongelooflijk. Zo'n organisatie. En allemaal met vrijwilligers. En gratis. Goed toch? Fantastisch. Ik vind het helemaal top. Ja, en een fantastische muziek. En ik krijg mijn bandje, hè? Ja, ik krijg je bandje. Om de rechterarm. Dat is mooi gesproken, ja. Voor de beveiliging handig, kijken ze gelijk naar de goede kant. Dankjewel. Volgens mij zit er hier een ereburger van Tiel. Ja, dat klopt. Ja, en hij zit backstage. Ja, dat klopt ook. Ja. Heeft het daar eens in? Ik vind het fantastisch. Wat de vrijwilligers hier allemaal voor elkaar gemaakt hebben, dat is onvoorstelbaar. En zowel binnen in de tent als hier is het geweldig, hè? Ja, ja, ja. Binnen in de tent. Je ziet het wel aan het publiek. Ze vinden het geweldig dat zulke artiesten hier naar Tiel toe komen. Nee, ik vind het echt een grote waardering voor de organisatie. Ja, alle lof, alle lof. Bent u ook al in de tent gaan kijken? Ja, ik ben gisteravond hier geweest en vanavond weer. Ja, wat een mensen, hè? Ja, ja, echt heel veel. En het is natuurlijk leuk dat ze allemaal hier naar Tiel komen en dat het nog steeds gratis is. Want er zijn ook maar weinig festivals die gratis aangeboden worden. Zetten en deze kwaliteit. Ja, ja, precies. En als je dan hoort dat ze vannacht nog folders gedrukt hebben omdat er iets gebeurd is, dan vind ik toch wel perfect. Ja, ja. Dus Appelpop moet gewoon blijven. Uiteraard. Appelpop 2014 zit erop. Mogen wij al een conclusie gaan trekken hoe fantastisch dat dit was? Het was weer heel fantastisch. Ik bedoel, we hebben een geweldige editie gehad. Het is al beide dagen geweldig mooi weer geweest. En ondanks het uitvallen van Crystal Fighters hebben we vanavond ook een geweldige avond gedraaid met Direct als afsluiter. Het was een fantastische show. En iedereen heeft enorm naar de zin gehad. En zeg ik, met dit fantastische weer heeft het constant volgestaan. En alle vrijwilligers hebben er ook van genoten. Want daar doe je het hele jaar voor. En deze dagen, daar loopt iedereen heel hard voor. Dus het is een mooi feestje. Ja, absoluut. Succesvol. Heb je enig idee hoeveel bezoekers er zijn geweest?
Ja, dat is altijd moeilijk. Hè? We hebben dit jaar wel een telsysteem, maar dat moeten we nog even bekijken. Daar weet ik de status nog niet helemaal van. Maar er zijn er in ieder geval ruim 100.000 geweest. Absoluut. Meer dan vorig jaar, want toen was het wat koud en nat. Maar ik denk ook zeker wel dat we de keren daarvoor hebben kunnen evenaren. Dus in ieder geval ruim 100.000, ruim daarboven. En hoeveel, dat moeten we nog eventjes precies tellen. Maar dik tevreden. Nou, met recht op naar Appelpop 2015 dus. Ja, precies. Eventjes opruimen weer en even bijkomen. En dan waarschijnlijk gaat ieder weer in zijn werkgroep aan de slag om voor 2015 weer wat moois van te maken. Dit was hem, Appelpop 2014. De laatste gasten verlaten het terrein en het was één daverend feest. Op naar Appelpop 2015.